Het is leuk speelgoed ook zeker. Verschrikkelijk mooi toestel. Ja. Is voor ons, het is allemaal een hobby, het is allemaal vrijwilligers, ja, technische dienst, ja, de cabine en wij ook doen het echt puur omdat we het leuk vinden. En omdat het, natuurlijk heel bijzonder om dit, ja, dat is vliegend erg goed om dat in de lucht te kunnen houden. Ja, absoluut. Het kost dat energie en bij cent ook. Er gaat enorm veel energie in zitten. Goedemorgen. Zeg nummer even. 4K. 4K, dan bent u er al. Kijk eens aan. Onder uw stoel zit een tasje met een touw. Het touw dat gooit u naar buiten. Het zit vast aan het vliegtuig. Want anders is het zo'n hoge. Ik ga me jaloers. Ja, als u vragen heeft, kan ik deze doen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Geen glijbaan. Nee. Als u niet daar komt. Hij vliegt er dus ook met zijn leden en met de andere belangstellenden mee. Nou, dat is heel bijzonder om mee te maken van elkaar. Ja. Nou ja, laten we gaan zitten. Ja, oké, we moeten gewoon vliegen. Teleurstellen, het weer is plotsklaps toch een paar uur eerder slechter geworden dan verwacht werd. Het werd eerst verwacht zo rond lunchtijd, maar we zitten nu al met een wolkenbasis van 900 voet en een zicht van rond de 4 kilometer. En dat is niet te doen voor ons. Wij zullen aanstalters maken om weer terug naar het gebouw te brengen. Dankjewel. Wilhelmina zelf. Vanaf Rotterdam Airport een rondje vliegen boven Zuid-Holland in een oude Dakota. Net zo eentje als Prins Bernhard ooit had. Voor een aantal fans zou deze droom gisteren uitkomen. De Dutch Dakota Association plande namelijk 5 vluchten voor de echte liefhebbers. Maar ja, het liep allemaal anders dan gepland. De diehard fans die elk voor €95 aan een kaartje zijn gekomen, staan al vroeg te popelen voor hun droomtocht in de Dakota Doornroosje. Eenmaal binnen stijgt de spanning. Vliegen, dat doet tegenwoordig iedereen. Maar met zo'n oude Dakota, dat is een bijzondere ervaring hoor. Dat is heel mooi. En dan is het moment aangebroken. Fasten your seatbelts. Ready for take-off? Toch? Ik had gehoopt dat Rotterdammers wat meer invloed op het weer zouden hebben gehad. Meestal blijft het ietsje beter hier altijd. Maar u ziet er net, het begint al wat meer te regenen. En het... En dan de tweede factor is dan ook al gaan we vliegen en vliegen rond. U heeft er weinig aan om naar de regendruppeltjes te kijken en zo nu en dan de wolkjes. Helaas, ik kan daar ook niks aan doen. Ja, dat is heel jammer. Ik hoop dat het binnenkort weer doorgaat. Dus dat is de pech. Maar er komt vast weer een kans. Dus dan bent u hier gewoon weer. Dan ben ik er zeker weer. Dat zal dan wel volgend jaar worden. Want vanaf november loopt het vliegseizoen ook in verband met het weer, namelijk ten einde. Hold on.
Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Ja, dat is normaal. Ja, 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 ja. Deze 3 bevat, beschikt over 4 nooduitgangen, 2 tot rij 2 aan de linkerkant, op rij 5 en 6, 5 aan de beide zijden en de deur waar u net door bent binnengekomen. U kunt deze uitgangen herkennen aan het bordje exit. Al deze informatie. Indien u een mobiele telefoon bij zich heeft.